Ja, welkom terug in de Sportlounge. Vandaag autosport en bij mij zitten Xavier Maassen, onze eigen Limburgse topper en vandaag expert. En daarnaast Christian Frankenhout. En Christian is mede-eigenaar en rijder van Team PS Autosport uit Roermond. Roermond, ken je dat, Roermond? Roermond ken ik een klein beetje, maar Roermond ken ik een stuk beter. Welkom allebei in ieder geval. Christian, ik mag jou feliciteren. Jij bent kampioen geworden in de Dutch GT4. Ja, officieel. Dankjewel. Nee, ja, Tango Dutch GT4, zoals het officieel heet, is, laat maar zeggen, de nieuwe koningsklasse die in 2009 begonnen is in Nederland. Allerlei verschillende auto's en ja, alle toppers van Nederland die rijden erin. En ja, uiteindelijk ben ik daar gelukkig kampioen in geworden. Wat houdt het precies in, de competitie? Ja, er zijn 7 raceweekenden op Zandvoort, op Spa en op Assen geweest. Totaal 21 wedstrijden. Er wordt gereden vaak met 2 rijders op een auto. Ik ben met Limburger Phil Bastiaan zat ik op een auto. En ja, samen zijn wij eigenlijk het avontuur begonnen. Tegen inderdaad alle een beetje toprijders van Nederland en uiteindelijk kampioen geworden. Ja, fantastisch. Xavier, hoe goed is onze grote vriend Christian? Nee, ik denk dat Christian gewoon een hele goede opbouw in zijn carrière heeft gehad. Hij is begonnen met de Saxo, als ik niet verkeerd Saxo heb. Saxo was eerst, ja. En is stap voor stap eigenlijk steeds hoger in die ladder op nationaal kampioenschap gekomen. Daar is steeds snellere auto's. Terwijl jij gewoon doorvertelt, we hebben namelijk beelden van de kampioensrace. Die laten we even meelopen nu. En hij heeft ze stap voor stap. En Dutch GT4 is gewoon inderdaad de koningsklasse in Nederland. Als je daar kampioen wordt tussen al die grote namen, dan doe je het gewoon ontzettend goed. En wat moet dan zijn volgende stap worden? Nou, de volgende stappen kunnen natuurlijk Europa in. Hij heeft weliswaar ook met een Porsche gereden, dus hij zou ook nog Porsche Supercup kunnen gaan doen. Maar het Europese GT3 kampioenschap, eigenlijk de volgende stap op de ladder, is ook een hele mooie klasse om te rijden. Ligt daar ook jouw ambitie? Daar zijn we wel naar aan het kijken nu. We hebben natuurlijk de winter om weer voor volgend jaar te kijken wat we gaan doen. En, it's all about the money, hè? It's all about the money. Ik bedoel, ja, daar weet ik Xavier eigenlijk alles van. Die rijdt via GT1. Dat is gewoon qua tourwagens, qua sportwagens het hoogste wat je kan halen. En ja, daar is gewoon heel veel budget voor nodig. En ja, elke keer dat trapje moeten wij ook zien te maken. En daar zijn we nu mee bezig. In Nederland kan ik bijna zeggen, ik heb nu de top bereikt. Het is moeilijk om aan de top te blijven in Nederland ook sowieso. Maar ja, je moet er gewoon kijken in het buitenland of Europees of we daar een stap in kunnen maken. En of ik daar ook vooraan mee kan doen. Maar race is dan wel duidelijk anders als ja, mijn sport bijvoorbeeld, het voetballen. Daar kan iedereen zijn droom nastreven. Het race komt er toch altijd geld bij kijken. Ja, het is altijd een combinatie tussen een stuk commerciële en het talent. Je moet natuurlijk allebei weten hebben. Je kunt heel veel talent hebben, maar commercieel niet goed aangelegd zijn of geen sponsors hebben, dan kom je er niet. Maar je kunt ook heel veel geld hebben en geen talent hebben, maar dan kom je er ook niet. Je moet een hele gezonde combinatie van de twee hebben om de top te kunnen bereiken. Ik vind in beide gevallen is het eigenlijk een dubbele sport. Het is de sport om te rijden, maar het is ook de sport om te kunnen rijden. Is eigenlijk net zo moeilijk of misschien nog wel moeilijker. En ja, daar zie je toch een heleboel mensen zie je er eigenlijk in stranden op weg naar de top. PS Autosport, jouw team, heeft afgelopen jaar, racejaar, met 3 auto's gereden. En die gaan we eens even nader bekijken. Stoer. Wat kun je over die auto's vertellen, Chris? Nou ja, om te beginnen, we zijn in als PS Autosport in 2007 begonnen in de BRL. Dat is, laat maar zeggen, de Ford Mondeo. Eén van de 3 was de BRL, hè? Ja, dat de lijkt grootste. Een beetje op de Ford Mondeo, laat maar zeggen. Daar lijkt hij op. Het is een soort NASCAR-achtige auto, buizenframe, 4 liter V6 motor erin. Ja, is gewoon brute kracht. En dat hebben we als PS Autosport de eerste 2 jaar gedaan. Daarna. Dat is eigenlijk veel botswerk in de BRL, hè? Ja, contact wordt niet geschuwd. En nee. Het is altijd spectaculaire races, maar het is wel weer oplappen na het weekend. Ja. En dat kost altijd wel veel tijd. Maar dat hoort er soms bij. Ja. En eigenlijk zijn we begin dit jaar, de BRL hebben we nog wel, doen we ook nog. En hebben we de Porsche en de BMW erbij gedaan. En dat zijn eigenlijk totaal verschillende auto's vergeleken met de BRL. Omdat de Porsche en de BMW zijn eigenlijk gewoon afgeleiden van de straatauto's.
En de 997 GT4, waar ik kampioen bij ben geworden, is gewoon een straatauto omgebouwd met een pakket met andere dempers, andere veren, iets andere ophanging, iets andere remmen. Het zijn allemaal kleine dingen. Er zit natuurlijk gewoon een rolkooi in voor de veiligheid, net zoals de stoel en de brandblusser. En ja, voor de rest is hij qua motorisch is hij standaard gebleven. Maar ja, het blijkt dat is allemaal voor een Porsche goed genoeg om heel te blijven. Hoeveel risico neem je als coureur door zo'n sport te kiezen? Hoeveel risico bedoel je? Ja, waarmee? Is het een gevaarlijke sport? Kijk, nou. mensen die niet vaak kijken, kennen de sport alleen van de crashes. Ja, maar ja, meestal als je een crash hebt, ik denk dat ik Sivier dat ook wel heeft meegemaakt. Meestal stap je gewoon uit, doe je een beetje zo en het is klaar, weet je wel. Ja. Je hebt eigenlijk niks aan de hand. En ja, ik heb zelf wel eens gevoetbald en daar is me wel gelukt om mijn been te breken in ieder geval. Dus het is maar net wat je veilig doet. Ik weet niet hoe het met jou is. We gaan verder. Je zegt, we hebben de winter om te kijken wat we volgend jaar gaan doen met PS Autosport. Is dat zo belangrijk? Bepaal je aan de hand van het geld wat er opgehaald wordt, welke klasse je kan rijden dan? Ja, natuurlijk. Aan de ene kant is het het ene verhaal met het andere te maken. Ik bedoel, je kan wel zeggen, ja, ik ga volgend jaar Formule 1 rijden. Maar ja, als je het einde van het seizoen maar 500.000 ophaalt, dat is op zich een hartstikke veel geld. Maar voor een Formule 1 team kan je net een setje banden bij wijze van spreken kopen. Dus je moet natuurlijk wel, je budget moet wel gelieerd zijn aan de klasse die je rijdt en andersom. Bedoel, je kan wel van alles willen, maar uiteindelijk bepaalt het budget wat je gaat doen. In deze financieel moeilijke tijden, dan is het ook nog lastiger. Het is een kwestie van beter. Je moet wel inderdaad creatiever worden, maar dat is in alle industrie en in het hele bedrijfsleven zo. Om inderdaad die mensen te vinden is niet makkelijker, maar ja, je kunt ze wel nog vinden. Er zijn veel mensen geïnteresseerd in autosport. Het is een levende sport. Het is een sport die ook mondiaal veel wordt bekeken. Het is gezellig op de circuits, hè? Tenminste, als het goed weer is. Ja, absoluut. Dat is juist de bedoeling van het circuit. Ja, je hebt de toeschouwers, je hebt de mensen die op de paddock rondlopen. En je hoopt ze altijd gewoon een kijkje in de keuken te kunnen geven van hoe zo'n racing in elkaar zit. En dat is, vinden veel mensen toch heel interessant. Chris, jij komt uit een echte racefamilie. Ja, absoluut. Je vader ook al een van Nederlands topcoureurs. Ja, mijn vader is zelf ook 4 keer nationaal kampioen geweest. Dit is mijn eerste nationale kampioenschap in Nederland. Ik ben in Duitsland ook wel een keer kampioen geweest. En volgens mij in Italië heb je ook... In Italië heb ik ook nog gereden, ja. Dus ik ben in verschillende landen ben ik wel actief geweest. Maar dit is eigenlijk mijn eerste nationale kampioenschap. Ja, ik hoop eigenlijk net als mijn vader gewoon nog 4 te kunnen halen. En dan eigenlijk nog het liefst nog meer. Maar hoe ben je dan begonnen? Gelijk bij je vader toen je 3, 4 jaar was in de auto een keer meerijden en... Ja, je hebt altijd wel een beetje meegereden en over de schouder meegekeken. Maar het echte racen kwam pas eigenlijk tot mijn 18e dat ik eigenlijk begon. Ik was 16 en toen vroegen mijn ouders van William Brommer of een racecursus. En toen zei ik van nou, doe maar een racecursus. Dat lijkt me een stuk leuker. Zandvoort. En uiteindelijk is dat gegroeid en uiteindelijk op mijn 18e pas begonnen. Dus eigenlijk ben ik niet in de karts begonnen zoals de meeste jongens, maar eigenlijk een laadbloeier. En ja, uiteindelijk toch gekomen waar ik nu gekomen ben. Xavier, wat moet je doen om een topcoureur te worden? Ja, toch wel veel. Ik denk dat veel mensen het onderschatten. Ze zeggen altijd maar, je zit maar een stoeltje, je hoeft alleen maar wat te draaien. Je moet absoluut, 1 ding is zeker, autosport is absoluut topsport. Je moet fit zijn, je moet ervoor werken. Conditie, krachttraining ook. Ja, conditie, krachttraining, mentale training hoort er tegenwoordig bij. Dus je moet al die facetten moet natuurlijk gewoon top zijn. Je moet gewoon zorgen dat je geen fouten in die wedstrijd maakt. Je moet ook commercieel toch wel aangelegd zijn om inderdaad die sponsors te weten overtuigen om jou te ondersteunen. En het is een lange weg natuurlijk. Je moet eindelijk beginnen en de stappen maken. Maar het is absoluut een fantastische sport wel. Ja, dat is het zeker. Chris, volgend jaar hoogste treden, wat je ook gaat doen. Ja, is moeilijk vertellen als je niet weet wat je gaat doen. Hè? Nee, maar we zijn met een hele hoop dingen bezig. En er zijn toch een heel aantal sponsoren die hebben al toegezegd voor volgend jaar. Dus ja, en sowieso in Nederland gaan we gewoon door met Dutch GT4. Ga ik ook zeker rijden. En dat hangt er vanaf wat het programma daarnaast wordt, wat ik Europees voor elkaar kan krijgen. Hoeveel wedstrijden ik daaraan mee kan doen. Ja. En ja, dan gaan we kijken naar het Europese programma of we daar ook weer hoge ogen kunnen gooien zoals in het Dutch GT4. Je had één ludiek moment afgelopen jaren. Je had zelfs tijd gedurende een race om te sms'en. Kun je dat even snel uitleggen? dat was niet dit jaar, maar ik heb wel eens wedstrijden gehad inderdaad. Als je endurance wedstrijden rijdt en bijvoorbeeld de communicatie valt uit, maar ik heb altijd wel mijn telefoon bij me, dan had ik toch even sms'en van benzine is bijna op. Of ze even klaar willen staan, want ja, als je geen communicatie meer hebt, moet je toch een manier vinden om dat te doen. En dat heb ik wel eens gedaan, dat was wel, vonden ze wel leuk. Hartstikke goed. En dan krijg je, toen je kampioen werd, gewoon een sms'je van Balkenende binnen. Ja, dat ook nog, ja. Dat is wel super. Maar hoe kan dat? Hoe? Nou ja, is Balkenende fan?
Ja, voor mij is hij fan, ja, absoluut. En ja, ik heb hem al vaker gesproken, ook over racen. En ik heb hem wel eens een paar rondjes over het circuit meegenomen. Ja, dat vond hij superleuk. En ik kende mijn vader. Hij was natuurlijk, ja, van vroeger dat hij op de duinen zat, laat maar zeggen, zag hij mijn vader racen. Ja, vindt hij onwijs leuk dat ik het nu doe. En ja, dat ik zo dat ik dat contact met hem heb. En helaas kon hij de laatste finale race niet bij zijn, maar ik heb hem nog wel gesproken. Nou, misschien dat hij volgend jaar gedurende de race weet dat je bereikbaar bent, dat hij dan al sms't. Sevier, waar is dit weekend wat te racen? Dit weekend is Circuit Zolder, finale van de FIA GT, waarin wij nog strijden voor een podiumplaats in het kampioenschap. Dus hele spannende wedstrijden, maar ook daar de finale van het FIA GT3 kampioenschap. Kampioenschap waar Christian ook voor volgend jaar naar is aan het kijken. Dus ik denk dat hij ook wel aanwezig is om daar te gaan kijken wat... welke merken daarvoor aanrijden. Daarnaast ook het Belgisch GT-kampioenschap en het Belgische Touring Car Championship. Die wat allemaal hun finale op Zolder hebben. Dus dat belooft veel spektakel te zijn. Dit weekend is het te doen in Zolder. Heren, bedankt. Viv, je hoort het. Snelle auto's, snelle mannen. Misschien iets voor jou.